and your painted on jeans. Oh, that kind like a cowgirl dream. Why do you come in here looking like that? Thank you.
wat drink je ook? Thank you.
Ja, of je moet de ja, dat lijkt ook toch wel. Ja. Naar de grote kant, dan mag je om de mij wel komen. Maar als je herexamen wil doen, ja, dan. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat de rest ook moet, maar moet vergeten. En denk eraan dat je goed leest. En de vragen goed leest. Dat is ook belangrijk. Ik hoop dat het dan klaar is, maar ik zou je zeggen hoe de zaak ervoor in je deel zit. Ik ben gevraagd voor om het examen hier even af te nemen. En nou, was in eerste instantie de vraag of ik volgende week maandag hierheen zou kunnen. Maar ik ga vrijdag al met vakantie. Ja. Dus dat kon niet. Dus je zou inderdaad moeten maar proberen om deze week. Dat zou nog even zomaar kunnen. Vandaar dat ik hier dus nog sta. Maar donderdagavond belde je mij. Balls! 7 balls! Bij F van hand veranderen. Bij F
van hand veranderen. Vijf passen voorwaarts. Het ruikt bij mij helemaal. Nee, ik ga niet doen. Gaan we het even open. Ik zei ik... Voorwaarts in stap, hoefslag links voor. Bij M links omkeer. Bij M links omkeer. Thank you.
Bij H aanraven. Bij C grote vol. Voorwaarts in stap. Bij C op linkerhand. Maar ja, die staat er ook bij. Maar wat roept ze nog? Ja. Tussen B en F, stap. Bij A afwenden, bij X halt houden en groeten. Dan wil je mijn tas even pakken. Ja.
Ik schoor de dood. Bij K met één hand. Bij K met één hand. Bij A de grote A.
De grote acht. Voorwaarts in stap. Hoefslag links volgen. Hoefslag links volgen. Bij M links op keer. Dus een AK binnenkomen op de rechterhand. Houden en groeten. Bij X haalt houden en groeten. Voorwaarts in stap. Bij C op linkerhand. Oh.
Opstijgen. Vijf passen voorwaarts. Voorwaarts in stap. Hoefslag links volgen. BM links omkeer. Tussen B en F stap. Tussen B en F stap. Tussen B en F stap. Bij A afwenden. Bij X halt houden en groeten. Zweep omhoog. Ik vind niet door de kwaliteit die is gekregen. Goed. Bij X halt houden en groeten. Voorwaarts in stap. Bij C op linkerhand. Bij C op linkerhand. Ja, meneer. Tussen H en E aandraven. Tussen H en E aandraven. Bij F van hand veranderen. Bij F van hand veranderen. Bij F van hand veranderen. K met één hand. Bij K met één hand. Bij E afwenden. Daarna stap. Bij E afwenden. Daarna stap. Bij X halt houden. Afstijgen.
en lijstjes opsteken. Vijf passen voorwaarts. Voorwaarts in stap. Hoefslag links volgen. Bij M linksom, bij M linksom keer. Hoe was die trouwerij, Dave? Bij F rechts omkeer. Tussen B en M aandraven. Ja, verder. Bij H van hand veranderen, midden erop. De beter alleen. Dank u wel. 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 Martine Silma. Zo, dat was een noodstop. Wassen, en top. Naker in de computer. Petra, kom maar dichterbij. Na Petra, Patricia. Ja.
Jeroen wachten, ja, we zijn klaar. Oké. Okay. Ja, de ringen zijn echt niet groot, maar groot genoeg. Eén zit eraan. Door de finishlijn. Ja, één aan de top. Patricia. Marlies Marst. Marlies Marst bij de ingang. Ja, dat valt niet mee, met twee handen sturen moet, hè? Allee, stokvallen laten. De ringen die je door de finish bracht, die worden geteld. Halfweg, vallen laten, telt niet mee. Daarvoor staat de start. Even in een andere versnelling. Stop die iemand al laat aan deze kant. Al weet ik. Dan mag de vierde nog doen. Kort alleen tijd. Houdbaar. En het vries is een rustig paard, zeggen ze altijd. Veel ringen, maar de tijd is ook een punt. Dat is erg belangrijk. Ja, door de finish wordt geteld, hebben we gezegd. Ja, Nelleke, jammer. Er ligt één ring voor de finish. Ja, Van Dam. Ja. 1995. Voor bij het hek staat de ijskoman, de koffiekraam. En de koffiekraam is in de keet. Snoepgoed voor de kinderen. Het is allemaal vooruit. Naast Sandra komt Anita Dijken. Thank you.
Met ontzettend veel haast altijd. Ja, op tijd terugschakelen. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Ja, Piet. Het is nog een goede bedoeling.
moet ook met zo'n hengst, die moet vooruit gaan. Als je thuis gaat, mag je wat anders doen, dan hier moet je lopen. Laat me vallen, hé. Zo, dit is wat de mensen mee werken. Hoeveel zitten erop? Drie binnengebracht. De volgende. Jammer. Anita Dijker, ja, staat al klaar. Daarna komt Erika. Het publiek moet ook wat zien. Er mag geen brokken van komen, is goed. Dat gebeurt wel eens vaker hoor. Goed zo, keurig. Laat vallen. Zo. Nou, ik moet zeggen, ze zijn niet bang. Nou. Daar liggen de ringen, Greta.
Ruudje, hè? Ruudje bij de hek. Ruudje Helfrich. Thank you.
sprekers heeft hij. Alleen nog van het ringsteken. Maar meestal ligt er nog sneeuw. Ja, hoor. De ringen naar beneden. Kees Bibido. Ga de bieten bij zoeken. Deze heeft de wisselbeker voor deze wedstrijd. Geschoten door de Pieter Pijtsoever de Lies. Weer een vrouwelijke deelnemer. Thank you.
is een heel goed. Regen op de grond. Nou, hij is ook. Hey. Ja. Die weg vrij houden, ook voor de uitloop voor die wagens. Douwe hek, eerst op de drie rekken. Als de al niet over. Met een draver. Niet de man. Ja, je moet de baan bijhouden. De regen op de ja, Bos. Ja, Bos met de eerste ronde, drie regen. Drie regen in de eerste ronde. Alleen de regen laat de bal. Wat is er tegen? Dan komt er weer golf. Geen jubiel. Ja, dat is er overwaard, hoor. Geen jubiel, aan de eerste ronde gaat hij één ring. Even aan de kant. Jan die heeft twee keer vier ringen gestoken en dat is Gerrit Blok. Met zijn onze baan even vrij over de uitloop voor de wagens. Levensgevaarlijk. Ja, de baan even vrij, jongens. Even naar de kant, achter het touw. Wat maakt ze verder ondergaan? Acht ringen heeft ze in twee keer geweest. Wat is de 12? Hoe ver boven? Het is even klaar. Het is wel de familie ervan. Deze heeft de eerste
en de tweede ronde Vieringen. Ja, dat hebben we gespeeld. Dan rijden we deze Zuiderstraat met de aardesleer. Dat lukt zich, paarden de melden op. Dan hebben we zo'n 30 aardesleer ringsteken in de sneeuw. Waardoor die drie winters niet gehad hebben. En we zeggen, laten we het dus gezellig maken. En laten we de aangespannen wagen. We beginnen de ringsteken en we hopen deze winter dat we door deze straat kunnen. Werd het een halve meter sneeuw. We komen nog een onderweg. Hij krimpt hem op. Over de twee. Hij is betaald. Twee ringen. Er zit een schoning. Over de valse stad is ook naar de ringen niet op. Over de twee moet ik nog even over. Thank you.
Ja. Dan is het paard. Ja, ik wil het niet van paard hebben, hè? Thank you.
Namens de Geitenvereniging van Terschelling allemaal hartelijk welkom. En het bijzonder hartelijk welkom heet ik de keurmeesters B. de Vries, D.K. de Vries en P. Veenstra. We hebben vandaag, er zijn een paar afgevallen, maar we komen toch evengoed nog op een 70 geiten. En de heren die willen graag beginnen met de 1-jarige melkgeiten. Voor de mensen die het nog niet weten, u kunt hier een geit winnen, een mand met Terschellinger producten. Daar zijn nog een dwerggeit bij en een roop. Die is aangeboden, de dwerggeit is aangeboden door Wassen Smit en de roop is door zijn vader aangeboden. Dat is touw, dat slaan ze zelf van afvaltouw en daar maken ze dan een ouderwetse Terschellinger roop van. Toch. Nummer 28, Matje van Rinkemier. 29, Janneke van H.J. van Zwol. 30, Heleen, Wiegert van der Heide. Geertje, 31, Greetje van G. Spanje. Wens de keurmeesters een plezierige middag. Come on.
een hartje van Oud-Amsterdam. Ze noemde hem Hemeldragonder, waar hij nooit geen aanstoot aan nam. Een menigte arme donder, die hij er van denken houdt. Een heilsoldaat met overuren, maar die hem nooit werden betaald. Hij schuilde van kroegie naar kroegie, al deed u de voeten nog zweer. En iedere kwam daar aan kroegie. Ja, neem het op, we hebben zo naast. Nee. Die zat zo wat op te slapen, nee. Maar goed. Ik zag ze jou en toen ging ik er even naar jou toe. Ik denk dat jullie naar de kant zo niet. Denk ze eigen feit dat zijn. Hij zegt, ik heb een feit
Nummer 11, nummer 12, nummer 13 en nummer 14, nummer 15 en nummer 16. In de ring moeten verschijnen straks nummer 8, nummer 11, nummer 12, nummer 13, nummer 14, nummer 15 en nummer 16. Goeie lammer zijn qua ontwikkeling ietsjes minder. Ietsjes, maar het zijn jonge dieren. Goed erop passen, misschien zien we ze volgend jaar weer. Hier zit wel wat in. De jonge lammeren, ik ben hier nu 4 jaar achter elkaar de keur, maar kunnen we zien dat het toch de kwaliteit elk jaar iets stijgt. En dat is weer een stimulans voor de geitenhouders. Dus. Nummer 16. Nummer 15, nummer 16, nummer 17, nummer 21 moet in de ring verschijnen. En 22 en 23 moeten ook in de ring verschijnen. Su apelativo, en esto
porca norteña 36. Una porción se escuchaba en San Antonio de Texas, y a mucha gente alegraba. Era Santiago Jiménez, graba un disco, tocaba esa polca la piedrera, que mucha gente bailaba. Son los originales. Por Bonita la frontera, y también por Nuevo León. U kunt nog een geit winnen en die geit, dat kleine geitje, die kan niet naar de bok, want dat is een bok geweest. Maar dat is wel gemakkelijk. Die verse meneer van West, die wilde graag winnen, die heeft de geit ook alles gewonnen. Die heeft toen direct zijn grasmachine verkocht. Hij zei, want dat is een pracht. Maar nou is hij kleiner gaan huizen, bewonen. Dus nou past zo'n klein dat geitje beter bij hem op Westerschelling. En u kunt nog een mand en dozen winnen met cranberryproducten. U kunt nog dat kleine geitje, dat is aangeboden door Gosse Smit. En twee tweede prijzen.
2- en 3-jarige geiten. We hebben hierin toegekend 4 eerste prijzen, 2 tweede prijzen en 3 derde prijzen. In zijn totaliteit vinden wij dit een hele matige groep oudere geiten. In zijn totaliteit. De kop is vrij goed. Qua ontwikkeling, type, goede geit. Niks op tegen. Het jaar, onkans. Hij gaat ietsjes door de koten al, van 2- en 3-jarig. Ik weet niet hoe oud hij is, maar dat zijn 2- en 3-jarige geit. Dan 1B. Qua ontwikkeling, past er wel, maar verder sterk wel, maar het moet allemaal ietsjes kunnen. Laat je hem praten. Nee, ik ben niet trouwens. Ja, kom maar trouwens. Nou, dat is echt. Ik heb een bier in uit de regen. Ik wil toch.
Heeft het samen goed bewaard. Nummer 3 is iets minder, is ook een goede geit. Met goede onderdelen, zit ook een goed eier onder. Maar toch is hij, ja, hij heeft daar ietsje melktype zijn. En nummer 59 is er niet. En nummer 18. 55, 56, 57, 58 en nummer 69 en nummer 72 en nummer 18. Dus nummer 67 moet onderin, nummer 68. Pak er bovenaan, ze gaan voor het kampioenschap. Wil Wiggert hier even komen met de geit? Ja, even voor de krant. Als je de rosette even op. Andere mensen ook. Twee keer achter elkaar kampioen is geweest. Hallo, ook van harte gefeliciteerd vanuit deze plaats. Deze mensen zijn net lid geworden. Voor jou, hoeveel de jongens? Ik? Samatta, Beren. Kampioen, kampioen en het mooiste is, dat komt niet vaak voor. Wil ik ook van deze plaats? Boos en de fles wijn. Eerst krijgen we de fles wijn. Duimweg even een ene te meer horen. Wietje. Wietje van Rijen en Metsland, die heeft de geit gewonnen. Wietje van Rijen en Metsland. Wietje, nou die mag je meenemen straks. Ik wil hem wat uitzoeken. Nog een paar, hey! Dan volgt de volgende. Ja jongens, nou weg. Wietje van Dijk van Meren 3, is die man hier? Wietje van Dijk, Vermeeren 3, Pico Slingerland, Duinweg 25, Metsland Rode, Noord. Tine! Waar is Tine Bakken? Zo. Nou, film of zo dan? Film. Thank you.
Thank you.
kabeljauws kan je vangen. Ja, 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 ja. Hopla, hopla. Even stuffelen bij van stuffelen. Loop er maar even tussendoor, ik heb er gangpaden tussen gemaakt. Ik ben ook niet bang geworden. Nou ja, seks is ook fatsoenlijk, ongelijk op een manier in de drijf. Hartstikke nieuwe banden, jongens. 5 gulden man, voor even. Ja, 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 ja. De technische leer. Hartstikke mooi, de TNU. Ja, ja. Splinter nieuwe banden hoor, 5 gulden man. Ja, ja, luister maar even tussen de tafel. Ik heb het wel heel aan nu. Die in de berg vervat. Dat is echt mooi weer. Ja. 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 Nee. Dat is wel een Ja,
En dan zeg je tegen een PNA leid van het, dan weet ik wel van welke leid. Dan zegt het dan een kip. Dat kip. Bijna een nou, Kees, gelukkig niet. Oh ja, je weet dan hem verkopen, maar dan laat hij het om een kwart laat hij het overgaan. Het is ook een mooie best. Stamboek is alles erop, met een mooie kastje erop. Mooie lange golven. Kom ze krijgen met twee dagen extra geleden loopt al uit. Thank you.
Maar wel bij de maken wel weer wat van.
Eén er al bij hoor. Eindopnames, hè? Ja. Ontzettend bedanken dat ze toch nog dit jaar vee hebben kunnen aanbrengen. Waarom? Omdat het namelijk zo is. Het is namelijk een ontzettend droge zomer geweest. En veel vee was al en is al verkocht. Toch wisten ze nog 114 schapen aan te brengen deze markt. 42 runderen, 17 nuchtere kalveren, wel 27 geiten en bokken. 27 kippen en slechts één paard. Tijn, dat vinden we ergens wel jammer, maar het is nou eenmaal zo. Onze derde marktmeester, dit is namelijk de tweede, is er ook niet, is met vakantie. Helaas, maar ja. Voor hen dus niet, nee. Ik wil overgaan nu tot de prijsuitreiking voor de boeren. Er zijn speciale boerenprijzen, want het is namelijk een boerenmarkt. Jullie zijn er allemaal wel, maar het is dus altijd een boerenmarkt en het blijft een boerenmarkt. We hebben ieder jaar 5 bokalen, waarbij er nu een bij toegevoegd is. Door de heer Gijs van Herwijnen, dat is onze trouwste veekoopman die al jaren hier komt. Hij is nu inmiddels voor het 16e jaar of 15e of 14e. Wie, weet jij dat? 14e jaar is hij dus hier. Mooie runderen. De anderen waren ook mooi, maar er waren echt twee, echt, die kwamen er echt uit. De ene, het ene rund, dat was een kalf. Dat had eigenlijk de publieksprijs, maar omdat het weer een boerenmarkt is, ja, we kunnen het niet helpen, heeft toch die ontzettende grote Piemontese, dat is een Italiaans ras, heeft het gewonnen. Dus ik wilde graag Rinke Mier naar voren hebben, is Rinke. Dat mag ik dus alleen. Ik wil je dus de ontzettend mooie prijs aanreiken. Althans, uit de hand van de eerste, tweede marktmeester, Wiep Dijkstra. En ook even dat kusje nu. Daarom wil hij het dus uitreiken. Pas op, het dekseltje valt eraf. Gerrit, van harte gefeliciteerd. Hey!
de eerste, dus dit was dus eigenlijk de zesde bokaal al. Dit was een toegevoegde bokaal, maar we komen nu bij de eerste bokaal. Dat is de Willem Antiek bokaal. Dit is een, ja, een vent die had hier vroeger een winkel. Is niet meer. Hij is eigenlijk min of meer in rust. Dus zijn vrouw heeft de zaak overgenomen. Is een beetje een trendy shop geworden. Ja, die Willem die voelt zich er niet zo heel erg in thuis. Maar toch wel, hij heeft toch weer een, nou laat maar zitten. In ieder geval, het blijft de Willem Antiek bokaal. Dit was voor een zwart-wit rund. Het zwaarste rund op de markt. Het is een Amerikaan, moet ik even zeggen. Het type is gewonnen door Piet van Zwol. Poker. Ik dus weer als eerste. Gelijk 3. Dan maak je zo lekker geluid bij. En de heer Dijkstra, de eerste tweede marktmeester, wil dus graag... Ook 3 natuurlijk. De Willem Antiek bokaal. Als koopman die het verste wegkomt, heeft dus de meeste benzine verbruikt. En zodoende is dat dus de kilometerprijs, de Piet van Simon bokaal. Deze is gewonnen. Ja. Aan wie zullen we hem nu eens geven? Gijs van Herwijnen. Gijs. We wilden ook je vrouw even hiermee feliciteren. Kan ze even naar voren komen? En dit zijn dus weer die 3 bekende zoenen. Kom hier. Lekker, hè? Wiep, ja maar ook. Ja jongens, we zitten nou weer met een ontzettend... Weet je wat, zeiden we? We moeten gewoon... Het is niet anders. We moeten erom tossen. En wie kan er beter tossen als onze notaris uit Amsterdam? Nou, dat zullen we eens even doen. Dus hij gaat nu een goedgekeurde reeks daalders. Heeft hij niet, een gulden. Heeft hij ook niet. Nee, het moet goed geld zijn. Dan doen we het met... Oh. De notaris moet erin lenen. Ja, hij heeft vandaag ook zijn kantoor dicht, dus veel komt er niet binnen. Een rijksdaalder, geleend. Nee, we hebben al een rijksdaalder. Is groter, is beter te zien voor iedereen. Nu gaan we dus tossen. Nou moeten we even die mensen naar voren hebben. Dat is dus de heer Gerrit Lok. Dat is de man die 's nachts keek. En Kees Cupido, die dus eigenlijk eerlijk zijn vee ingeladen heeft. Waar is Kees Cupido? Gelukkig, Kees is er ook. Nou, dit zijn ze dus. Dus je weet het volgende keer. Zet er wat voor. Let op die boerderij daar een eind verder. Hij kent het goed brengen, hoor. Kop of munt. Lok heeft een kop. Waar valt hij op? Munt! Oh. Lok heeft wel gekeken, maar toch niet goed. Maar we gaan Lok toch weer ontzettend te gek bier aangeven. Kijk die eens even, alsjeblieft. Hey! Heeft hij er voor zijn vrouwtje ook te geven? En Kees, eerlijk verdiend. Jij was de eerste die ze inladen. De munt heeft het beslist. Het recht heeft gezegevierd. Onder toezicht van de notaris. De enige krant hier op de Schelling. En alle advertenties gingen in de Harlinger Krant. Dus ja, die Harlinger Krant die dacht bij zichzelf. Dat is een goed melkkoetje. Dat de Schelling. We gaan een beker aanbieden. Maar ja, wij hier op de Schelling. We lezen ook de eilandpers. En nou is het namelijk zo. Die eilandpers die was eerst gratis. En daarom begon iedereen te adverteren in die eilandpers. Ja, hoe zit dat nu weer? Maar ja, die Harlinger Krantbokaal, die Harlinger Krant was toch ver. Die bleef die Harlinger Krantbokaal, bleef die continu aanbieden. De eilandpers nog niet. Maar wie weet,
We gaan toch even die Harder Krantbokaal gaan we nu aanbieden. Die is namelijk voor de grootste aanvoer van schapen. En deze keer, vorige keer had de grootste aanvoer van schapen, dat was in de 46. Nu was het slechts 12. Toch nog een mooi aantal. En die werden aangebracht door Jan van Dieren. En bijna niet. Jan, hou je vrouw, die moet ook boven. Want... Oh, ze blijft even beneden, dat is leuker, want dat is, dat ziet er beter, met zoenen is dat beter. Dan komt het van bovenaf, je weet wel. Nou Jan, we gaan jou dus eerst even feliciteren hiermee. Althans, eerst jouw vrouw. Nou meid, gefeliciteerd. Je hebt er weer goed op gepast. Wacht even, hou de microfoon erbij. Hoor je hem? Hey, dat was nummer 3. Wiep, nou jij. Ja, daar zijn we heel goed in. Let op. Al die boeren wiefjes ook, hè. Kijk eens even, hè. Want een notaris mag voor zijn werk nooit cadeaus aannemen. Notaris. Gelukkig dat ik erbij ben. Dames en heren, we gaan nu naar... Ja, dat is een hele malle prijs die we nu aangebieden. Dat is namelijk het lichtshoevige dier. Waarom een lichtshoevig dier? Ja, dat is toen in de tijd ontstaan. Daar kwamen veel kinderen, de allereerste markten, met hun geitje, met hun beestje, met een konijntje, met een kanarie. Alles brachten ze hier. Dat wordt ieder jaar wat minder. Maar toch is daar toen een prijs aan verbonden. En die heeft toen slagerij Woudstra, dat was in Hoorn, een prima slagerij, is daarmee opgehouden, heeft de zaak verkocht. Deze bokaal heette toen de slagerij Woudstra bokaal. En we hebben een slager hier in Midsland, hebben we bereid gevonden om deze bokaal over te nemen. Hij heet nu dan ook de slagerij Willem Wilstra bokaal. Deze man die geeft dus ook weer deze bokaal voor het lichthoevige dier. Het lichthoevige dier, ja waarom? Omdat die mensen ook met een kanarie kwamen en dat konden we niet maken. Het ging namelijk om het kleinste beestje. Op het laatst kwamen ze met een flow misschien, dus ja, dat konden we niet maken. Dus we hebben gezegd het lichthoevige dier. En dit keer was dat Dirk Mier met een ontzettend klein, heel klein rotbokkie. Gebruik het niet. Oh, zit in de kroeg. Oh, heel goed. Nou Dirk, we willen je feliciteren met deze bokaal. De eerste tweede marktmeester gaat hem dus overhandigen. Ik alvast gefeliciteerd. Niet zo in de wip. Dankjewel. Ziezo, dat zit erop. De notaris die staat hongerig te kijken, maar ja, die man is in functie, dus kan het niet maken. Voor mij staan jullie hier helemaal niet. Het gaat gewoon om die bus, die notaris die gaat hem nou straks openmaken. Hij moet hem eerst nog even 3 keer, 4 keer opheffen zonder het zegel te verbreken. Hij gaat het nu schudden, kijk, dat gebeurt echt gevoelig. Kijk, u kunt even die kant zien, kijk, er kan niets uitvallen, want er zit namelijk een klep op. Ja? Een stembusklep. Ja, ziet u, we hebben hem al moeten lenen op de voorwaarde dat er geen deuk in kwam. Hij is namelijk van de gemeente. Dit is trouwens overigens een gemeentemarkt. Dat klinkt heel gek, nee. Met zo'n illegale, legale loterij. Maar ja, het is zo. Een boerenmarkt. Een boerenmarkt. Ik heb er even gekeken en ik zie ook namen liggen, maar ik trek dus niet. De notaris trekt, maar hij heeft ook zo'n donkere bril op. Dat is een notarisbril, daar kan je wel gewoon door kijken, maar hij weet de namen niet. Maar nu, kijk, hij draait zijn hoofd echt om, maar nu gaat het niet direct om het paard. Er is 1 troostprijs aan verbonden. Nee, nog niet. Oh, ja. Er is 1 troostprijs aan gewonnen. Daar is het lot. Het is gelukkig opgevangen. We kunnen dus nog niks lezen. Een gewoon kratje bier. Oh, lekker man. Hij gaat het nu voorlezen. Ja, we zitten even. Jotse Muikens. Muikens voor meer dan 25. Muiskens. Die bouw was geen bier, denk ik. Nee. Ja, dat is een beetje snel geschreven. Hij heeft waarschijnlijk 100 geschreven. Dus Jolsen was om de spanning er een beetje in te houden. Jan Vossen moet dus even met die ontzettende snelle Fries hier blijven staan. Het is echt een volbloed. Er zijn papieren bij. De notaris heeft in zijn zak. Voor de echtheid is dus de notaris weer.
ik niet, de notaris, kijk. Het is een heel edel diertje, maar we wilden eerst even de poppen trekken. Kunt u even boven komen? Kom wel even. 11B. Jan, heeft u geen spat, hè? Marta Roos, kan u even naar voren komen? Is Marta Roos er overigens? De poppen. Alles zit je zo op die snor, zeggen ze. Nou, dat is best leuk. Kijk, Wiep heeft ook een snor. Wiep komt niet van het podium. Hij wil gezien worden. Die is niet stiekem. Maar moet je hem schadelijk opgeven. In deze envelop zit een pincode die aan een denkbeeldig persoon gericht is. We hadden een wedstrijd waarbij men vier cijfers kon raden. De pincode behorende bij een willekeurig pas. Deze envelop is verzegeld en die scheurt de notaris nu open langs de randjes. Anders is het nummer weg. Jan Vossen die krijgt een lamar. Hij heeft al gewisseld. Jongens, hij heeft een blauw halster. Je hoort erbij. Het is een ontzettend edel diertje. We gaan nu tot de trekking over. Jij moet je mond houden, ik doe het woord. Ja, daar gaat de notaris. Dit is hem. Een gevouwen briefje, dus de mensen die niet een briefje gevouwen hebben, die kunnen... Ja. Zeeburen. Zeeburen. AF pad 25 Horen. Afvolgers pad 25. Zeeburen, afvolgers pad 25 in Horen. Ja, hij is vroeger hoogsmeter geweest. Ja, je moet meteen handelen. Wie is dat? Jan de Jan. Van de Dames-Vrouwenvereniging. Jan Vossen mag het diertje weer in de wagen zetten. Wat denk ik nou? Janne, is jouw hand? Ja. Blijf dicht. Ja. Daar krijg je bier van, hè? Daar is veel. Teun van Rees, Landrum 20A. De handdoeken set, de tweede prijs, wordt nu getrokken. Keke ziet dat Laika wel bij François langs gaat, maar daar maar even blijft stilstaan. Dan gaat